In het Pools, toch? Shokata. En shokata betekent in het Pools vlierbes, denk ik. Nee, je gaat dat drinken! Oh, sorry! Okay. Proost jongens, op onze vriendschap. Familie. Familie. Familia. Salute. When friends become irritant. Ik heb nog niet zo dronken dan. Deze komt wel. Zo, Paulie Jacksons, Waxons van The Good Life. Nou, ik ben weer in Rotje Knor bij mijn broertje. Met mijn zuster. En alles. We gaan een leuke dag van maken. Ik neem jullie mee. Wij nemen jullie mee. Wij nemen jullie mee. Naar? Een dagje, nee, door. Door een dagje met ons. Ik snap het. Met ons. Wij. Oh, 1 minuut staat er nu. Yes. Waar zijn we nu? Waar zijn we? In de Oriental. Wij zijn in de Oriental. En hoe? Ajinomoto. Van wat? Ajinomoto. Ajinomoto. Wat krijgen wij te eten? Nee, sorry. Ik wil die grote stuk. Proef jij voor mij of krijgen wij dat ook? We gaan het even proeven. Ajitomoto, kipnuggets. Maar het ruikt al lekker, thank you. Oeh, het ruikt echt lekker. Ik heb alleen nog maar 1 stuk. Oh, ik wil niet wat ik wil even jouw tas groter. Ja, doe jij dan? Ja. Nee, dat wil ik niet. Lekker man. Wat is het dan? Het zijn ketchupjes van Ajinomoto. Wow. Ajinomoto staat bekend om hun gyoza's en ze hebben nu iets nieuws geprobeerd met Hé, hey, dit is echt lekker. Dit ruikt echt naar die van Barzana. Dit is echt lekker. Het is betere kip dan dat je beneden kan krijgen bij de KFC. Dus... Ja, dat denk ik, hè? En ook bij de airfryer, je kan ook frituren. Je kan het ook frituren, je kan het... Koekoes kan ook. Je kan het in de pan stoppen, in de oven. Dus het is echt maar echt hoe je het zelf kan maken. Allemaal hartstikke. Hoe is? Ik kan ook zo meteen... Wel lekker, denk ik. Nog zakken halen, denk ik. Maar het is ook niet een grote. Airfryer, dat is gewoon ideaal. Ja, precies. En het is ook gezonder, zeg maar. Snap je? Ja. Nou, dat is dit. Is het dit? 10 euro per zak, jongens. Ik geef 5 Oriental. Ik geef 5 koekjes. 5 koekjes. Ik vind het ook lekker. Crispy and juicy chicken. Ja, heerlijk. We komen net binnen en we gaan meteen proeven, jongens. Ja. Nee, wat zo? Allemaal zo. Het is voor 13 tot 15, maar het moet op 200 graden. En persoonlijk doe ik het ook voor 12, omdat het gewoon dan ook verbrand is. En ik heb gehoord dat het dan is echt overvrij. Ja, het is echt crunchy. Ja. No. Hij is echt crunchy. Dankjewel. Lekker, hoor. Ga eentje mee nemen. Ik neem een zak. Mag ik een zak? Ja. Mag je ook een zak? Hai! Nou. Fijne dag vandaag, Ajinomoto. Ajinomoto. Waar zijn we eigenlijk nou op zoek? Voor een tango te plakken. Oh, meneer heeft. We moeten weten wat we willen hebben. Dat is aardappel zet meer. Dat doe je niet. Check hier even. 450 gram. Is het dus origineel, hè? In die asli. Hoe kost zo'n zakje? 2 nog wat. Oh, nou, dat is wel mooi. Ja, dat is genoeg toch? 3? Nee, is genoeg. Oké, let's go. Heb je nog wat nodig? Iets slekker. Weet ik niet. Ik moet nog with love, maar ik zo meteen een groot staan. With love? With love, Instagram. Hoe is het, ja man? Oké. Wil je nog een speciale sambal? Ik heb me alsjeblieft niet zo pittig gemaakt, speciaal voor jou. Oh, Lucia ging pittig. Nee, dan moet je zelf dan doen. Oké. Weet je waar dit naar lijkt? Oh, op lijkt? Marshmallow. Nee, naar... Colopon. Doe jij niet? Lekker. Nee, man. Hey, laten we gewoon dingen proeven dan. Nee, dit is voor jou dan. Ik wil peach. Ja, doe gewoon 2 flesjes zo. Is toch genoeg, toch? Wat ben je dronken van? Is het kwaad? Nou, ik vind... Nee, het is niet kwaad. Het is niet zoals... Maar het is gewoon niet kwaad, hoeveel procent? Nee, het is niet zo kwaad. Het is lekker. Het is net als ranja. Misschien nergens alcohol. Oh, misschien.
Hebben jullie al iets gevonden? Nee. Wat gaan jullie? Gedroogde mango. Oh! Oké, ja, we stoppen net in. Ik zag haar gezicht. Ja, lijkt me, nee, lijkt me echt. Niet uit die van mango. Jawel, dat is mijn favoriete. Maar niet gedroogd. Ja, dat is het. Wie is dit glas? Weet ik niet. Aan Jezus. Aan Jezus is de goede herde. Om het te vol. Storm. Oké, we gaan dingen proeven. Van de Oriental. Zullen we dan zijn lijn? Yes. Oké, okay, amazing. Dus, waar gaan we mee beginnen, jongens? Zeg maar, gaan we eerst gewoon zeggen wat we allemaal hebben? Of gaan we dat komen we dan per... Wat van licht wil je achter de grond? Sarah! Nou, wat is de... Mag ik gewoon zeggen welke kleur? Oh, nee, jij mag zeggen. Nee, wacht. Ik zeg maar stop. Nee, je mag zeggen stop. Wacht. We moeten daar kijken, hè? Ja, je moet daar kijken. De planten zijn al gewoon, hè? Ja, lichtkleur. Lichtkleur. Oh, dat is wel... Wat doen we? Dus? Maar gaan we niet eens even een voorstel ronden voor de nieuwe kijkers onder ons? Voor de nieuwe kijkers? Ja, inderdaad. We beginnen met jullie weten... Wat moet ik vertellen? Mijn moeder is neger. Ik sta me af. Sorry. Van de... Hij woordje! Shushu! Okay, dat is hi, ik ben Nina. Nina. Dat is goed, toch? Mijn naam is Leonardo Spijs. Arie Jezus. Arie Jezus. Yo, mijn zegen heb je, ga maar. Oh, ja. Oh, ja, jullie weten wie ik ben. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Ik ben Joshua. Mizella. Ik ken de grap de moeilijke. Yo, wacht even. Hoe heet ik van mijn achternaam? Ja, oh ja. Oh. Hoor je me wel een diepe? Oh, maar deze kan je ook vragen. Deze keer ook. Want, ja, ik hoor Patty Pelogi. Nee. Patty Pawai. Ja! Nou wel, ik denk goed. Wat zei je dan daar? Wat zei jij? Patty Papaya of zoiets. Wat zei jij dan? Patty Papaya, toch? Is dat goed, hè? Hij zei Patty Pawai. Dat is goed dus. Ja, dat is goed. Ik heet dus Dominique Patty Pawai. Van welke kampong ben jij? Patty Pawai. Paperu. Oh, Paperu Mani Spai. Paperu. Oké. Let's go. Let's go. Let's go. We beginnen met? We beginnen met Ali Jesus. Oké, let's go. Wil je gewoon lijken met Paris? Oh, Io. Cheers, cheers. Oh, ja. Cheers. Gaan we eerst even dit reviewen? Oh, wacht, maar gaan we eerst deze doen? Want deze hebben we een slokje. Oh ja, dus wat is dit? Dit is? Laten we even zo zien. Fanta. En dan zo met je dingen dat zo? Ja. Fanta, hoe heet deze Fanta? Dit is Fanta Chocata. Chocata. In het Pools, toch? Chocata. Chocata. En Chocata betekent in het Pools vlierbes, denk ik. Nee, je gaat dat drinken! Oh, sorry! Okay. Proost, jongens, op onze vriendschap. Familie. Familie. Familia. Salute. When friends become irritant. Deze komen. Moeten we ook koekjes geven? Koekjes? Nee, nee, ja. Is te veel montage. Ja. Nice. Gewoon lekker. Lekker toch? Uh-huh. Ik, voor ja, mij is het wel. Ja, ik vind het lekker. Hey, dat is ook wel lekker met jongen in leven. Ja. Oh. Heb ik. Zometeen. Okay. Maar dus, dit is dus het vliegbest, dit verkopen ze dus niet in de normale Albert Heijn of Jumbo. Waar dan? Alleen in avondwinkels. Oh, ja. Superboer. Oh, lekker deze. Dit is sowieso lekker als het echt 30 graden is. Ja man. Zoals ijskoud. Een ijskoud, ja. En is één ijskoontje genoeg? Alleen helaas vandaag is, wat is het, hoeveel graden? 9 11 graden. Oh, 11 graden. Is toch al voor een december, januari. Januari. Spicy chicken flavor. Dus varkensvlees. Oké. Ik vind dit is het. Ik deel het even uit. Maar moet je dit niet met iets anders eten? Moet gewoon zo. Weet je dat wel zeker? Daar gaan we zo achter komen.
Als ik het had, als niet, dan Tom Porzakit. Oké, okay, maar dan, ik neem een hapje en de rest eten, hè? Hanking! Wat hebben we? Okay. Oh ja! Oh ja, dan zou je. Zou ik even laten zien? Kissburn van de Oriental. Oh, ja. Oriental. De Oriental. Mar La Rue Jindao Nai Jiao. Wat zeg ik altijd als voor het eten gaat? Dit is een Luda bakje. Itadakimasu, Luda bakje. Luda bakje. Luda bakje. Oh ja, oké. Okay. Oké. Okay. En dan leg ik dit. Oké, was het. Oké. Oh my god. Oké. Okay. Ik weet niet of ik dit moet doen. Zo. Ik weet, het ziet er een beetje apart uit. Ja, nou, maar dat is de hele de thema. Dat is het ding. Dat is het ding. Dat is het ding. Oké, okay. Hebben we een schaar nodig of zo? Ja, ik denk het wel, man. Of moet je dit zo? Kijk, ik ga niet eentje voor mezelf opmaken, want ik ga maken. Ik heb één hapje van jou. Oké! Okay. Lieve mensen, kijk, je schudt het dus open. Je schuift het. En wat dus niet mag, de regel. Wat? Je mag dus niet een klein hapje. Je moet er aan. Hey! Sada. Ja? Oh, wacht. Oké, wacht. Nou? Wacht. Even uitlaten. Uitlaten komen. Hoe gaat dit? Oh, sorry. Mag je ruiken? Ik denk nee, je gaat... Als ik... Oh, je mag niet. Het is gewoon lekker als je gewoon even een beetje trek hebt. Dan neem je die even snel. Het is een soort van bipi-achtig iets. Ik ben bang als ik het ruik, dan ik het niet meer. Hij is wel een beetje pittig. Ja, dan zie je, ik ga dit niet in mijn eentje. Ik neem gewoon één hapje van jou. Jij begint met maar hij is niet pittig van... Ja, maar dat is voor u, je hè? Voelt gewoon de pittigheid. Ja, heb je dat? Ja. Moet je één keer doen. Oh, super. Ja. En dan komt die precies. Dit komt later pas. Wat om aan te denken. Kom. Ik doe eentje van mij in mijn tas voor vanavond. Dat is wel oké. Dat is oké, hè? Ja. Mm. Ja. Doe me echt denken aan... Mocht het zo goed bij. Ja, dat was het. Beef jerky? Ja, dat een beetje. Het is echt gedroogde... Gedroogde... Vind je lekker, man? Vind je lekker? Nee. Dus dan beginnen we bij je. Echt serieus? Ja, stoelkoekjes geef jij. Jij lust iets niet? Ja. Applaus. You need Jesus. Nooit van deze dat ik deze dag zou meenemen. Sorry. Zeg, no? Je lust echt niet. Ja, nee, ik vind het... ik vind het, nee. Even wel lekker. Maar niet precies. Ja, ik kan gewoon, maar... Nee, nee, een... ik kan niet precies zeggen. Het is Kijk, ja, oké. Okay, ja, Lichtpittig. Ik doe. Light. Precies light. Aringa. Wat vind je er niet lekker aan? Ja. Ik ben echt verbaasd. Oh ja, wat vind je er niet lekker? Structuur. Smaken. Wat denk je dan aan als je dit dan eet? Ik denk een beetje de hondenvoer. Structuur. Ik heb hondenvoer? Nee, dank u. Zo van honden, ja, ik weet niet. De smaak, dat is... Nee. Ik vind het lekker. Ik geef 4 koekjes. Oké. Wat smaakt van koekjes? 5 toch? 5. 4 is hoog, hè? Omdat ja, ik toch maar ik heb nu geleerd dus van mijn nichtje. Geleerd. Dat ik niet, als je pas echt iets wauws vindt, dan geef ik het een 5. Want ik... Ja, dan geef ik 4. Ik geef te snel een 5. Ja, snap je? Ja, hè? Snap je? Zo deed bij mijn papella een 5 geef. Ja, hey! Oké, ik geef 3. Ik geef 3 koekjes. Ik geef ook 3 koekjes. Waarom? Omdat... Waarom niet 4? Tja, ik weet niet. Ik vind het meer voor iets erbij, zeg maar, met nasi of zo. Dat smaakt. Oh, wow. Nou, als je zo de. Als ja, zo, en dan gewoon. Met tang en zo, weet je wel? Ja, dat. Ja, dat, je hebt gelijk. Ja. Dus want dat maar die nasi. Ja, dat is echt wel lekker. Ja, dat is gewoon beef jerky. Beef jerky. Maar wacht even, hoeveel sterren geef ik als sterren? Hoeveel sterren? Ik geef 2, man. 2? Ja. Toch. En zeg maar, in 1 was zeg maar zo van, dan zou ik het toch nog twee. Eerst pak al gelijk weggooien. Dat was dan voor mij, of 0 eigenlijk dan, maar... Ik kon hier nog wel even doorheen komen, maar daarna was het... Snap je uitleg niet, maar ik geloof er wel. Maar je hebt niet de volledige beleving, hè? Want je hebt uitgespuurd. Ja. Je hebt niet echt de... Nee, maar dus daarom zeg maar ook... Daarom 2. Ja, ik wil dat niet eens meer verder aangaan. Je moet eigenlijk 1 eigenlijk. Ja, eigenlijk. Je hebt gelijk 1. Eigenlijk moet je gewoon weg, want je hebt afgelopen. Ja. Oh, jalla. Oké, sorry. Jalla. Next! Leon mag nou uitkiezen, ja, toch? Want hij heeft de minste koekjes. Ja, zeg maar. Jij hebt de meeste volgers op Facebook. Kies er gewoon 1. Deze wel. Ja, my god. Echt, ik
dried mango's. Het lijkt een beetje op een vaatwastabletten. Vaatwastabletten. Zie je, die zak lijkt een beetje op vaatwastabletten, weet je? Ja. Van Sun. Dried mango's. Filipino brand. Filipino. Sweet memories. Filipijnse broeders en zusjes onder ons. Kibu. Sibu. Kibu of Sibu. Met jullie vrijstijder, Lapu Lapu. Dat is hun patimura, hè, van de Filipijnen. Lapu Lapu. Dat is hun patimura. Lapu Lapu. Die hebben de Spanjaarden zeg maar gewoon onthoofd. Nice. Dus shout-out. Shout-out alle Filipijnse broeders en zusters. Lapu Lapu. Sowieso. Oké, okay. Mena. Let's go. Ja, ik zou zeggen Sila. Ja, of de vrouwen eerst van Mamina of zo. Sorry, ik ga gewoon weer. Ik ga eens ruiken. Ja, toch eens ruiken. Dat nou. Is lekker zoet. Ja. Oké, okay, let's go. Ja, en hij is toch al een beetje zacht al, hè? Ja, hij is al zacht. Hij is al zacht. Oh ja. Oh ja, heb je al laten zien. Ja, maar jij mag nog laten zien. Oké. Jouw vlog. Let's go. Hij ruikt echt lekker. Ja. Ja, hij ruikt echt lekker. Zoetig. Ik doe gelijk mijn mond. Helemaal? Oké. Okay. Okay. Dat is toch echt wel. Ja. Ook nou, gewoon, ja. Ik vind het echt lekker. Ja, heel lekker. Ik neem nog één. Lekker. Omdat, ja. Het is feest. Maar het ziet er echt niet lekker uit, vind ik. Nee, ja. Het ziet er niet lekker uit. Maar sowieso. Had je dan wel die gedroogde dingen zien niet zo lekker uit. Ja, maar het kost gewoon veel werk, hè, om een mooie vorm te krijgen. Weet je wat het ook naar smaakt? Mango? Manka. Ja! A.k.a. jackfruit. Ja, manka jongens, ja? Manka. Oh my goodness. Ja, het is echt. Wow. Beetje vleesstructuur. Mm-hmm. Omdat hij zo. Ja, ik geef. Hey, ik toch wel wauw. Ja, dat is echt wel, omdat ik dacht echt dat het wat anders was. In de winkel keek je echt vies. Ja, ik was. Nee. Ik heb 4. Ik heb 5. 4. Ik heb ook 5. Oké. Okay. Ja. Ik had het niet verwacht van. Ja. Maar dat is dan het enige dat ik nog had. Als het ook nog eens lekker uit zou zien, dan zou ik het een 5 geven op presentatie. Oké, okay, je hebt gelijk. Ja, dat is waar. Zeg maar, op presentatie en smaak, dan zou ik het een 5 geven. Maar omdat de presentatie niet daar is, maar smaak wel, dan zou ik het geven. Oké, okay, ik blijf bij mijn 5, want ik zie gewoon het is mango. Maghrebi, maar je bent Maghrebi toch? Ja, hoe geen presentatie? Nou, gewoon hoe het eruit ziet. Hoe het zeg maar. Ja, maar okay, de mango. Dat is toch moeilijk, toch? Hoe had je dat anders willen? Ja, hoeveel de andere snoepjes hebben ze allemaal in de dingen? Dus dat is een klein voorbeeld. Dit is gedroogde mango. Dit is gewoon puur, hè? Er is niet. Ja, precies. Ja. Maar dat is mijn mening, nog steeds. Maar dan vraag ik jou om jou beter te onderbouwen. Wanneer had je dat een 5 gegeven? Juist. Als het een mooie is. Als het niet de mango is, hè? Oh, nee, het is echt van die mooie plakjes, schijfjes. Nou, weet je. Oh, ja, dat is gewoon kut. Ja, zo van die. Misschien was het ook, hè? Die je net hebt gemaakt, of met die papier, eigenlijk hadden ze dan met die mango moeten doen. Oké, next. Oké, maar wie mag nu gewoon in? Waarin? Choose wisely. Of we doen dit. Gewoon ja, wow, dat dacht ik ook net. Wow, jullie zijn jongens. Dit is de... Ja, Jinro. Dit is de strawberry versie en we hebben ook de peach versie. Andersom, oh ja. Peach. Gaan we eerst eentje proeven en de andere bewaren dus... Voor straks. Vind je dat goed? Ja. Dan doen de dames krijgen dan gewoon een echte shot glas. Oh ja, ik vind het heel... Ik hield het even voor mijn gezicht. En hoeveel procent alcohol zit hierin? 12. God damn it. 12% maar. 12%. Je drinkt echt als oranje. Nee, even serieus, maar... Het smaakt gewoon... Lekker. Ja, ik kan het. Ik zou je maar moeten geloven. Ik heb peach nog niet gehad, maar deze wel. Dus when you get it, oké. Maar dit shotje of dit sipje? Shotje. Is dit, dank u wel. Is dat evenveel alcohol als bier? Of bier is 5%, dit is 12. Nee, dit is 7, zo'n 7. Ja, toch? Ja. Dit is 12. Dit is meer. Ja. Maar Do heeft gezegd dat dit echt super lekker is. Ja, ik vind het lekker. Eerst ruiken, toch? Het ruikt toch echt als Ranja, toch? 2014. Oké. Okay. Oh, proost! 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 Okay. Gaat niet, lieve mensen. Op goed geluk. Okay. En gezondheid. Oh my God. En liefde. Wauw. Ik zeg toch. Dit is gewoon echt Ranja.
Ja. Je proeft wel de alcohol een beetje, hè? Ja, een beetje. Ja, raar, ja. Hè? Ik proef geen aardbei. Huh? Of komt dat door de vliegbus? Dat zou misschien ook kunnen. Proef je aardbei? Ik ben wel echt dronken nu. Ja, lekker. Ja, lekker. Maar dan krijg je niet van mij volle 5 sterren. Nee, ik ook niet. Ik ook meer niet. Als in, ik had ook wel iets meer, ik had meer verwacht. Ja. Smaak ook wel een beetje. Ja, maar jij bent sowieso zoete kou. Ja, dat zeker. Ja, maar ik vind het heel goed smaak. Niet eens. Ik proef wel. Ja, ik ook. Maar misschien omdat ik ook die mango en zo zit te eten. Dus allemaal suiker. Waarom misschien moet je het neutraliseren, ja, met koffie. Een gember. Maak een gember gewoon. Ja, lekker. Oké. Hé, maar ben ik wel warm? Jullie niet? Ja, ik wel. Nee, ik dacht dat niet zo warm. Dat is voor jou niet gewoon. Nee, daarom. Dan mag ik uit kiezen, toch? Ja. Ja, oh. Ja, die lijkt me ook zo. Maar is het een setje of is het niet een setje? Het zijn twee andere. Dat is een hele andere. Oké, grapje. Wat doet Tanja? Dit is, Do heeft het uitgekozen. Ik ben ook benieuwd. En dit is, Taberu. 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 Yes. Dus dat hebben die mag die gaan. Dus voor een Taberu gaan dan maken een Taberu. Okay. En dit is ja. Zeewier. Zeewier toch? Ja. Zeewier. Ja, ja. Volgens mij niet even gebroken. Oh, uit. Wat is deze? Sappen opsteken dan kan. Opsteken. Lijkt een trompel, maar dan een zeewier. Ja, goede trompel. Ja, trompel zeewier. Oké, dat is, ja, hoe gaan we dit doen? We gaan dit breken dan of zo? Ik ga, ja. Zoals Jezus. Ja, ja, ik wou het zeggen. Ja, ik wou het zeggen. Maar toen Jezus dat allemaal op de dos zijn, jongens. Ja, allemaal op de dos zijn. Amen. Oké, kom patasuda. Allemaal naar de hel. Nee, grapje. Oeh, kijk. Oei. Oh, ja. Oh nee, ik doe netjes. Ja, ik doe netjes. Kijk. Dag, ja. Wow. Dag. Maar, kan je dit ook... Kijk, oh, lieve mensen, het is hol, hè? Hol. Dus je zou het ook kunnen vullen met die cheese dip. Oh. Nee, ik wil nog even. Of slagroom. Oeh. Vullen met slagroom. Ja. Oh, ja, dat doen ze altijd met die dingen, toch? Nee, met... Met die trompom. Nee. Dat willen ze toch met slagroom? Ja. Of met room ijs. Oeh, ijs. Nou, lieve mensen, daar gaat hij dan. De gerolde seaweed, zeewier. Op goed geluk. Kijk wel, kroepel. Oh, nee. Hé, Bries? Huh? Of niet? Ja. Ja. Nee, nope. Nee. Nou, ik wil wel lekker. Ik heb wel echt het gevoel dat ik echt op vakantie ben. Ik proef echt de haven. Ja. Ik heb de vis en dan. Ik kan het doorlopen, dat boulevard. Ja, ik denk het. Maar ik ga het niet nog een keer kopen. Dat is zonde, maar ik vind het wel lekker. Nee, maar is het lekker dat je zegt van... Oh, ik heb echt zin in jou, morgen ga je eentje halen. Zo lekker? Nee, weet je wat dit, nou, weet je wat dit, met wat dit lekker is? Met nasi goreng. En dan gewoon zo, ja, opmaken. Ja, dan gewoon pakken als bamboreng. Ja, maar dan deze. Ja. Ja. Ik geef. Dus jij zou deze ook gelijk opeten? Ja. Omdat het zo lekker is. Oh, is die lekker? Oké, ik vind lekker. Ja, mooi. Ja, ik moet eerlijk zeggen. Ja, sorry, jij bent niet. Omdat jij zo enthousiast bent. Ja, precies. Ik geef 3 koekjes. Huh? Ook. Oh, okay. Ik had ook niet. Ik had echt de wow. Nee, dat ook weer niet. Maar. Ja, lekker. Drie koekjes. Ja. Ik aansluit aan. 3? Ik heb 1. Ik vind het echt lekker. Yo, ik vind het wel oké. Hij kan gewoon erbij. Ik ook 3. Hij kan gewoon. Nasi goreng en dan met ayam panggang. Ja, oké, dat kan ook. Sorry, maar nee. Oh ja. Oké. Deze. Wie had deze weer gekozen? Ik heb. Wat is dit? Kentang. Aardappel. Dried sweet potato. Purple. Rain. Purple rain. Willen jullie 1 in 4 delen? Ja. Ja, is wel groot, hè? Is wel groot. Okay. Ja, zullen we dat gewoon doen? Wat? In 4 delen. Ja, doe maar. Wow, yo. Doe maar zo, hè? Ja, doe 2. Of een beetje in 4. Nee, 2. Oh, het is wel dik. Het is heel dik. Beetje sticky. Beetje sticky is het. Ik sticky. Yes, Oké. Hoeveel lijkt het in de dop of... Kijk! Oh.
Het lijkt niet waar op lijkt. Op droge worst. Ja, oh ja, op gedroogde worst inderdaad. Ja. Maar lijkt ook wel een beetje op... Het lijkt een beetje Bibi. Ja! Nou, let's silakan. Go. Oh, sorry. Oeh, weet je wat dit naar ruikt? Dan gaan we ruiken. Dan word ik een beetje bang geworden. Het ruikt die dinges van Ambon. Hé, jij mag niet wat doen. Hoe heet dat ook alweer? Het ruikt ook gewoon een beetje naar vlees. Weet je wat ik bedoel? Ik weet precies wat je bedoelt. Met die rode zakjes. Sakatumbo. Sakatumbo. Ik moet hem gewoon een beetje denken aan winegums. Die echt olie, toch? Ja, echt. Die echt. Dat is een vloer. Kijk dit. Oh. Ik weet niet waar het naar ruikt, maar niet naar wat ik dacht dat het zou ruiken. Proost! Smaakt dat echt goed? Oh, dan proef ik echt aardappel. Die zoete aardappel, weet je wel? Kasbien, of hoe is het? Ik vind het wel lekker. Oh, nu proef ik, nou. Weet je wel, echt die aardappel? Maar wel echt na een paar happen, hè? Ja. Ik ben klaar. Oh my god, maar ik zou het niet gemaakt dat ik iets niet eet gewoon. Ik zou dit niet kopen. Ik dit voorgevoel had ik altijd al. De laatste dagen kom van jij elke dag thuis met dit soort dingen. Ik heb nog nooit gegeten daarvan. En voor, ik ben wel lekker. Voor dit resultaat. Maar ik zou niet zo snel kopen. Ik doe met je mee, ik ga niet nog een keer kopen. Smaakt het echt ergens naar? Ja, nou, aardappel. Ik vond echt die aardappel, die rode aardappel. Ik geef het 1. Eén ster. Sorry, ik was al daar, sorry. Ja, weet je, het is jouw pakje jou. Nee, ik vind het heerlijk. Ik geef 4 sterren toch? Ik zou die nog een keer kopen, maar... Nee, sorry, ik geef... 1 ster. Maar je zei net, ik vind het heerlijk. Ja, ik snap het echt niet hoor. Nee, maar ik vind het lekker. Ja, maar om het maar te smeren. Ik zou het niet. Nee. Lekker, nee, maar ik zou het niet nog een keer kopen. Het is voor nu, vind zeg ik... Zeg maar, ja. Het is oké. Okay. Maar daarin is het wel, ja oké. Okay. Ja. Ik vraag me gewoon af, hoe maken ze dit? Gewoon een aardappel en dan goed, dat het zo, ja, zo winegum mag worden. Het lijkt op high winegum, ja. Ja. Mag ik dit eten? Makan. Geef toch maar 1 ster. 1 ster. Ja, dat is 1 ster. Maar ja, maar heel, nee, maar heel erg benieuwd naar hoe jij... Maar is het dan niet zeg maar een 2? Want zeg maar, de smaak is gewoon lekker, alleen zeg maar, de feeling om het te eten is dan niet zo snel daar. Dus waarmee zou je dit kunnen eten dan? Ook met nasi of zo? Nee. Met coco. Nee. Hey, ik voel deze gewoon, hoe kan dat nou? Jullie niet? Wat dan? Ik voel deze gewoon al. Ik kan ja wel. Hè? Maar dat gaat bij mij heel snel sowieso. Ik ben gewoon warm. Gewoon echt een beetje, nee, beetje tegen dronken aan gewoon. Hoe kan dat nou? Dan ook eten. Dan moet je zo meteen nog maar 1 nemen. Oké, wie is er? Mag nu? Mag ik kiezen? Ja. Ik kies mijn eigen, mag dat? Mag ik je eigen? Moet je eigenlijk andere? Ja, jij wel. Omdat jij van ons allemaal altijd de meeste scootjes heeft. Is nasmaak is niet. Omdat jij bijna niks lekker vindt. Je hebt wel alles bijna niks lekker. Lekker. Oh, dit was een. Dit vind je lekker, dit vind je lekker, dit vind je lekker, dit vind je niet lekker. Nee, ja. Hebben we alleen maar zoet. Je kan weten, jij kan hem voor je gewoon naar Jamin. Oh ja. Oké, okay, dus we hebben hier mini fried rice crackers. Spicy. Sorry? Mini fried rice crackers. En vertaald? Je weet zeker dat je die zo doen niet voelt, toch? Mini gebakken rice crackers. Gewoon 50 konijnen. Pittig. Oké, okay, that's it. Zo, ik voel echt niet zo van. Ik vind niet. Ja? Ga van mij. Ik voel me echt gewoon warm, gewoon. Gezicht! Hallo. Ik moet echt gewoon een warme kop heb ik gewoon niet. Dat ga je echt liegen naar de... Even eten. Ja. Naar Erdin. Oké, okay, jongens. Hi. Hoi. Hey, Marvin komt over een half uurtje. Zullen we op hem wachten met het papieren? Ja. Ja, ja. Dus hij komt over een half uurtje aan? Hij zegt dat hij om 4 uur aankomt. Oké, okay, samen aankomen. Hoe laat moet de tram, de metro, de vliegtuig? 5 uur. Helikopter? 5, ja. Oh, hij ruikt. Ik vind het nu al lekker uit. Zo. Ik denk dat ik deze zullen wel een lekker vind. Een uurtje met de metro, hè? Zoiets, ja. Het is echt chicken flavor. Een half uurtje met de tram, zo. Oh ja. Misschien zoiets. Dit ken ik gewoon. In mijn hoofd hebben we zeg maar die wat we toen we binnenkwamen en die snacks, die chicken snacks, ja, die in die diepvries nu zeg maar is. Ja. Ik denk dat dit gewoon koekjesversies daarvan zijn. Maar dit zijn geen koekjes, dit is chipsachtig. Ja, dit komen zo gewoon in de avondwinkel. Dit doet me denken aan wat er gewoon in zo'n notenmix zit. En nou. Ja, ik ook. En nou, zo dit is sowieso. Nou. Oh, lekker! Nou, deze moet iedereen halen gewoon. 5 koekjes! Ik ook 5! 5. Zie je? Ik heb het goed uitgekozen, Leo. Ja. Dit smaakt naar Rangina. Ik wil je een foto van maken, ga ik halen. Hoezo? Het is gewoon lucht dat je eet eigenlijk. Ja, ja.
Als je wil afvallen, moet je dit eten. Dat is leeuw. Dat is. Ja, dit is echt lekker. Een beetje olie hè, aan het eind. Ja. Is dat vijf? Vijf. Wat is dat vijf? Oké dan. Oké, de volgende. Paté. Bipi. Ja, dat is echt. Wat dan? Nomina. Ja, dat is de machine les. Dit is echt lekker man, dit is zo. Next, mami. Nog twee. Nou, dit eet ik niet. Ja, precies. Dat ben ik die over. Ik durf het niet eens. Maar wat is dit? Dat weet ik niet. We zagen bij die... Bij die matcha candy. Het is gewoon snoep. Dan moet het even zo zitten. Oh, matcha! Die in de melk moet doen. Napoleon. Gewoon snoep. Die groene melk. Jij staat over? Ik denk dat ik deze... Ja, maar dit is wel een... Jongens, we moeten proeven. Ja, we moeten proeven. Kijk, je kan op zijn niks wat je de hele tijd hebt gedaan. De hele tijd wel gedaan. Even hij is wel groot. Helk. Oké, wat verwachten jullie? Zoet? Nee. Zuur? Bitter? Vissig? Heel zoet denk ik. Ja, ik denk ook zoet. Ik las alleen maar suiker hier op de achterkant. Glucose. Moet er een keer doorslikken, hè? Doorslikken? Nee. Het is geen keelpastier dit dan? Maar ik wil echt dik man. Moet ik een beetje smaak. Gevaarlijk voor kinderen dit. Is ook. Proost! Oh, beter! Deze nu ken ik gewoon. Nee, ja? Oh, nee, sorry! Nee! Gaat wel. Wat zit erin? Oh, nee! Ik kreeg gewoon thee, maar dat is veel te bitter. Thee. Ja. Lekker man. Nee, lekker. Ja, groene thee. Het is gewoon groene thee. Ja, hij is ook bitter. Hij is ook bitter. Nee, ik kreeg gewoon geen koekjes, sorry. Wauw, dat is heftig. Ja, nee. Ik heb een kip gehaald. Zo vies voor het niet. Jawel, nee. Eén koekje. Dat is even lekker. Nee, geen koekjes. Die smaakt nog gewoon niet meer mee. Nee, ik ook niet. Oh nee, oh. Maar ik heb geen tijd voor dat. We moeten nog deze. Ja, we hebben nog één over. Annie Jesus. Tao Kai Doi. Tao Kai Doi. Hoi. 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 Ik weet niet of ik hier zin in heb. Maar ik ga het proeven. Hé. Hij is wat donkerder van kleur. Je hebt nul verschil, man. Dit is volgens mij wat pittiger, jongen. Maar om dit dan te vervoeren en dat hij dan niet kapot gaat, is ja, ik heb er nog één gekregen ook. Ja, maar de andere staat... was al gebroken. Fragile. Nou, doe maar door drie. En deel deze ook maar door drie. Ja, nee, af, boeien. Ik heb er helemaal geen zin in. Nou, dan doe je het niet. Wel. Ik vind dit gewoon lekker. Lekker man. Mm. Dit is precies, hè? Ja. Oeh! Ja! Overdreven. Hij wacht precies. Precies, hè? Precies, daar. Lekker. Ja. Heb ik liever die dan? Ja, ik heb ook liever deze. Deze. Zo voor jou. Gaat in mijn neus. Waar is die blauwe drank? Oh, hier. Die moet ik aan jou. Oh, jou, doe. Maar hij is echt wasabi precies. Even eten, bam! Oh. Nee, deze vind ik lekkerder dan. Ja, hè? Ja. Vijf! Ik vind ook vijf. Vier. Minon, jong. Ja, mannen. Ik vond een succes. Mag ik een beetje? Jazeker. Dit was wel een succes. We hebben toch wel fijne dingen. Zo dan. We hebben wel dingen, mooie dingen. Ja. Wel, lieve mensen, ik ga papier maken. Ja. See you later. Westside. Wij gaan zo lekker proeven. Westside. Oké. Deze man komt met slik. Laatste moment. Hij belt al, jongens. Nee, wacht, stop. Even wachten. Wachten. Doe die muziek. Snel.
Maar komt ie! Eerst wensen, eerst wensen! Wensen! Happy birthday, Tom Bill! Kakambong! Voilà, ja. Oké, okay. Nou. Ja? Balle Josh! Ja, dat is goed. Balle! Antam, antam! Nog een keer. Oké, okay, alles goed, okay, alles goed. Okay. Ja, Sara! Ervaring, ervaring! Liabuka, liabuka! Hij is perfect! Ja, ja, toch! Sadis! Ja! Hut, 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 Oké dan. Nou, let's go. En dan gewoon als Stevie Wonder op de achtergrond. Ja. Bahaya, let's go. Let's go. Hey, vandaag, niet 16, vandaag. Ook niet. Ja, je hebt mooie kleren. Ook niet 16, vandaag. Jij bent van altijd. Dit ja, dit moet je dragen. Dit moet je dragen, hè? Dit moet je dragen. Ja, ja, ja. Sampi Matti. Ja. Doen, mama Lina gaat het doen, jongen. Ja, hoe oud ben je geworden? Sweet 16! 16, jongens! Oh ja, dat is nog. Een mooie vriendschap. Yeah. Dat je met z'n allen, toch? Ja. Yes. Geniet de no stress, is ook ons weekend. Ik had gewoon mis. Dit is trouwens de peach. Oh, is het een peach? Oh, deze is wel echt super dan die strawberry. Ah. Krabbetjes grootste en? De witlof. Grootste de witlof. Krabbetjes en? Witlof. With love. With love. Hey! Grootste witlof. Ik denk wel dat jij nou 38, 38 hè? 26. 16. Graag 16. Sweet 16. Makka, joh, makka. Dit is Met liefde gemaakt, with love gemaakt. With love. Oeh, sadist. Nee, en ik bang het kittelen. We zijn in waar? Wierden. We zijn in Wierden. Wierden ja. West, DV. Maar wacht even, nou ben ik wel even benieuwd. Wilde Westen in Wierden. Ja. Wat is het van? Nee, ik laat me verrassen, ik zeg niks. Hè? Ja, maar je hebt toch wel een soort van vermoeden. Ik ga gewoon zeggen, bro. Hier heb je naar eerst links of naar rechts? Hij was naar musical. Dit lijkt me ook wel leuk, man. Want volgens mij hier naar... Oké, laten we gewoon zeggen. Hè? Nee, we gaan zo gewoon even hier gaan plassen en we blijven hier hangen. Oké. Zal ik hier gewoon even een biertje doen? Zul je een biertje doen? Nou, wat denken jullie? Het is tijd, hè? Het is tijd. Het is al we gaan naar Marvin. We gaan naar... Ik dacht al een klein beetje. Eerlijk? Het is tijd. Ja, echt zo warm. Dank jullie wel. Voor die dag. Jongens, hebben jullie er zin in? Ja. Helemaal niet.